Hallo, vandaag wil ik graag 3 tips geven aan de presentator van Wie is de Mol, Rick van Westerlaken. Er zijn 3 dingen waarvan ik denk, nou, daar kun je wel eens op letten. En de eerste is de wenkbrauwen. Die gaan soms regelmatig op en neer. De sfeer in de groep is euforisch. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de opdrachten en is volkomen eerlijk als achteraf blijkt dat iemand een fout heeft gemaakt. En ze zijn vergevingsgezind. Het lijkt wel alsof deze kandidaten 1 groot groepsbondje hebben. Maar niets is minder waar. En dat gebruiken mensen vaak aan het begin van een zin om wat open te zijn, zodat mensen antwoord kunnen geven. De wenkbrauwen worden ook wel gebruikt om dingen te benadrukken. Hè, dat je naar beneden of omhoog om iets uit te leggen. Maar als je zo dichtbij in beeld gefilmd wordt als Rick, dan kan dat heel afleidend werken. En ik zou zeggen, doe dat niet te vaak. Want dan kijk je alleen naar de wenkbrauwen en luister je niet meer zo goed wat hij te vertellen heeft. En dat zou jammer zijn. Want die uitleg is juist heel erg belangrijk. De tweede tip heeft te maken met de handen. De handen van Rick die zijn vaak bij elkaar op deze manier of op deze manier. En dan vertelt hij aan de deelnemers wat er gebeuren moet. De kandidaten in deze groep zijn dol op overleg. Het lijkt wel alsof ze alles openlijk met elkaar bespreken. En met het samenwerken en het geld verdienen voor de pot gaat het heel goed. Ze maken het de mol knap lastig. Al lijkt het soms alsof ze vergeten dat ze elkaars tegenstander zijn. En alleen de winnaar met pot naar huis gaat. De kandidaten krijgen nog 1 opdracht in Zlien, de stad die beroemd is geworden door Thomas Bata. En die het schoolvoorbeeld is van de architectuur ten tijde van de Sovjet-Unie. En soms dan doet hij ook nog wel, maakt hij ze open, een soort van beweging. Of als het de eerste opdracht is. Maar daarna brengt hij zijn handen altijd weer naar elkaar toe. En dat is een mooie basishouding. Maar het is ook fijn, vind ik, als dat af en toe onderbroken wordt door een andere rustige houding. Door gewoon je armen te laten hangen naast je lichaam. Rustig, ontspannen. Nou, voor sommige mensen is dat wat kwetsbaar misschien, maar dan kan je ook je vingers in je broekzakken doen. En dan zie je ook dat je lichaamshouding ontspannen is en een leuke vorm geeft wat betreft je houding. Dus die tip zou ik dan ook geven, breng daar wat variatie in. En tenslotte de gezichtsuitdrukking bij de test. Je hebt natuurlijk aan het einde altijd een test. En bij die test moet het gezicht heel neutraal zijn. Dus er mag natuurlijk helemaal niks gebeuren wat iets zou kunnen verraden van wat hij wel of niet weet over de mol. Maar bij een neutraal gezicht, en dat gebeurt bij veel meer mensen, vormt je mond soms een bochtje naar beneden. Nou, dat is wat negatief, kan wat brommerig overkomen. Dus dan zou ik zeggen, denk eraan dat je niet al te neutraal, maar dat je misschien je mondhoeken ietsje omhoog trekt, zodat het er wat vriendelijker uitziet. Dus niet zo, maar zo. Hockey. Het is maar een klein dingetje en het moet geen glimlach worden natuurlijk. Dus het is ook belangrijk dat je het eventjes goed bekijkt in de spiegel. Van ja, hoe kan ik dat nou wat vriendelijker doen? Tegenwoordig als je aan het digitaal contact hebt met mensen, dan kun je zelfs jezelf al zien altijd op het scherm. Daar kun je zelfs in oefenen van hey, hoe hou ik eigenlijk neutraal mijn gezicht? Zie ik er dan wel een beetje vriendelijk en vrolijk uit? Kan je zelf heel goed naar kijken ook. Dus dat is mijn derde tip. En dat is niet alleen natuurlijk bruikbaar voor de presentator van Wie is de Mol, maar voor iedereen. Dus ook voor jou. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten. En volgende week een nieuwe aflevering met nieuwe tips. Ik ben benieuwd wie ik dan zal doen. Als jij denkt van nou wil je misschien deze persoon doen, mail mij. Of neem contact met mij op en dan kunnen we kijken of ik daar misschien een leuke tipopdracht voor kan maken. Of een leuke blog van kan maken. Nou, tot ziens, tot de volgende keer. Doei!